Bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 148. Ja, het is inmiddels maart 2024. Als je terugkijkt naar de vorige update, toen waren we nog een stuk jonger. Dat was november vorig jaar. Ja, volgens mij hebben we het al eens vaker gezegd. Maar het is moeilijk om deze op te nemen. Ja. En niet moeilijk psychologisch gezien, maar gewoon qua tijd, qua planning. Ja. En nu zitten we hem ook weer even snel eens tussendoor te doen. En dat is eigenlijk natuurlijk niet goed. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat eigenlijk alles volgepland staat. En we gewoon niet er aan toe komen om dit te doen. Want opname, montage, voorbereiding en alles. Ja, is toch een kleine 5-6 uurtjes dat we daarmee kwijt zijn. En dat is eigenlijk een soort van bijna een hele werkdag. En die hebben we niet zomaar over. Dus ja, dat eigenlijk. Nou, oh, dat is interessant. Dan heb ik hier een pak geld. Dat is interessant. Dollars een pak. Maar ja, goed, ik wil eigenlijk een huisje kopen binnenkort in Amerika. Dan heb ik natuurlijk in één pak dollars niet genoeg. Hier zit $10.000 zit hierin. Daar heb ik niet genoeg aan. Dus liever heb ik eigenlijk wat meer geld. Kijk. Oh, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dollar. Nou, dan kun je... Hey. Kun je er een huisje verkopen daar, denk je? Nou, het ligt eraan waar. Een houten huisje. Maar de vraag is, kan ik dat ook met euro's? Dat was natuurlijk wel beter geweest. Want nu moet ik eerst gaan wisselen, zit je met wisselkoers en zo. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Dit is even de intro van vandaag. Pop Money heet het. Pop Money van Tora Magic. Ja. Is het moeilijk? Nee. Je hebt gezien wat ik deed? Nou ja, tenminste, dat hoop ik niet eigenlijk, maar je hebt het vast, je laat het los en je hebt een hele stapel geld. Wel een tip, dus wel het best om hiermee te starten, denk ik. Ja, daarom starten we nu ook mee. Ja. Ik denk dat er wel een manier is dat je hem kunt prepareren en dan kunt pakken, dat denk ik wel. Ja. Ik heb het omhoog zitten. Maar het makkelijkste is om hem vast te houden en meteen weer te starten. Ja, en Pop Money kost €31,95. Ja, je kan hem inderdaad ergens onderleggen of zo. Ja. Dan kunnen we gewoon, of misschien een klemmetje van maken, of hier in een doosje schuiven. Dat zou ook kunnen, een stukje. Achter je in je koffer, dan blijft die geprepareerd, zeg maar. Pop Money, zelfwerkend, super leuk te doen en we hebben een strakke prijs, €31,95. Ja, dan komt er weer omdat het allemaal rechtstreeks van Tora komt, hebben we altijd goede prijsjes. Pop Money! Dan heb ik hier ook nog een hele leuke truc. Ik heb hier een aantal jokers in, zoals je kunt zien. En ik heb één kaart, die is anders, ik zal die even laten zien. Dat is een schoppenvrouw. Dat is inderdaad wel anders, ja. En het toffe is van die schoppenvrouw, die is rood, ja? Waarom laat ik het zo zien? Dus we hebben hier allemaal jokers. En een rode kaart, dat is de vrouw. Die vrouw die halen we eruit. Ja. Die gaat gewoon helemaal weg. Als je dan in je vingers knipt, ik ga hem proberen terug te toveren, maar het idee is dat je het niet gaat zien. Dus als ik één keer knip, dan zie je dat hij weer terug in het spel komt. En het toffe is, dat is de schoppenvrouw. Ja, dat zijn er, maar die net, oké. De schoppenvrouw, die haal ik eruit. Knip ik nou met mijn vingers, dan probeer ik hem weer terug te toveren. Alleen nu ga ik het nou is het iets moeilijker omdat je alweer wat er gaat gebeuren. Hè? Dus ik heb een beetje afleiding nodig. Dus als ik in mijn vingers knip, heb ik hier, zoals je kunt zien, de afleiding. Gezien? Ja. Maar het is wel gebeurd, ik zal je laten zien. Je ziet dat hier een kaart is. En dat is, wat denk je? Schopvrouw. Dat zou je zeggen. Ja, dat maar. Kijk, we hebben hier. De vier hazen. Oké. Leuk. Zo hoort je als het goed is. We hebben er niet veel geoefend. Nee, we zitten alles in deze update. Echt waar, we hebben het vaker gezegd, is bluffpoker. Dus daarom zie je hem ook even voorzichtig doen. Maar als het goed is, moet hij niet goed. En dit is Chop van John Bannon. Chop Shop. Heel makkelijk te doen. Ja. Als je één handeling kent, en dat is de Elms, dat kan ik maar zeggen. Dat is het enige wat je moet beheersen. Ja. Nou ja, in principe wel. Als je die handeling kunt... De hele truc is erop gebaseerd. Ja. Helemaal compleet met de kaarten. Dan zie je net een kaart met look. Die is al voorgedrukt. Ja. Je zou hem ook kunnen vervangen door een eigen kaart. Ja, maar het moet een joker zijn. Het moet wel een joker zijn. Maar inderdaad, je kan uit als je een ander kaartspel hebt, een ander bicyclekleur kaartspel, haal je daar een joker uit, schrijf je op de achterkant, let op, of afleiding. Of, Want het gaat er eigenlijk om dat je toeschouwer zogenaamd afleidt dat hij het niet ziet. Ja. Dat je de stiekem handeling doet terwijl je hem afleidt. En die kaart is daar een schrapje voor. Ja, super. En Chop Shop kost €24,50. Je krijgt uiteraard alle speciale kaarten met de Engelse lookkaart. Ja. En online video instructies. Ja, leuk ding hoor. Hey, ook nog iets grappigs. Dus ik hou over dit soort dingen. Dit is een doosje. Het doosje heeft een sleutelgat. Ik zal het ook even daar laten zien. Dit is een sleutelgat. En ik heb een hele speciale sleutel. Dan kun je ook nog kiezen welke kant dat je wil gebruiken. Die of die. Deze. Oh ja, je hoeft niet te kiezen, maar die kun je... Oh ja, we gaan die kant weg. Want dit doosje heeft namelijk een slot. En als je dit er zo insteekt, zo. En je draait hem 1, 2. Zie je, dan kun je het doosje openmaken. Ja, maar dat is logisch. Dat is een sleutel. Ja, dat is waar. Ja, pak je sleutel ook even. Maak hem even open als je wil. Met de sleutel gewoon even 1, 2 keer draaien. 1, 2. Ja. Dat is mijn. En dan maak je het doosje even open als je wil. Volgens mij zit er geen slot in. Dat is het nou juist. Deze truc heet de Invisible Lockbox. Ja. En dan krijg je die open ook niet? Nee, die krijg je niet open. Kijk, je moet, het enige wat je moet weten is, dat je sleutel pakt. Ja, ja, dat is de kant. Dat maakt trouwens niet uit. Stik hierin. Je draait 1, 2. En het doosje gaat open. Maar als je in het doosje zult kijken, vanuit de camera gezien boven, zie je hier ook geen slot. Als ik daar een sleutel in steek, is het slot onzichtbaar. Zie je? Ook verder op het doosje zit gewoon helemaal niks in. En als je het doosje dicht maakt, krijgt niemand het doosje. Maak open als je wil. Doe je als dicht draaien niet? Nee, maar dat hoeft niet eens. Want het is het onzichtbaar slot natuurlijk betaalt het vanzelf. Dus het is een soort, het is een puzzel, goocheltruc, à la snapperpuzzel een beetje, maar dan, ja, heel tof ding. Ja. Maak je eigen verhaal erbij. Je kan natuurlijk iets lenen van toeschouwer erin stoppen. Zeg je, je kan het alleen. Je krijgt het alleen terug als je het doosje weet open te maken. Op een normale manier. Nou, Invisible Lockbox ontvang je met complete instructies. Met het sleuteltje uiteraard. Met het doosje ook. Invisible Lockbox kost €32,95 en is zeer mooi gemaakt. Zoals je ziet, mooi gelakt ook. Een aanrader. Als je houdt van zelfwerkende dingetjes die je uitpakken en doen. Dat is er één. Leuk, leuk. Maar René, we hebben zoveel spullen. Ik heb hier nog iets heel moois liggen. Ik ben het met je eens, want als ik zijn stoel langs mij bekijk, die ligt gewoon serieus volgestapeld. Lig ik niet, als dat zeg. Er liggen echt heel veel spullen. Ik heb hier een kaart met een stip. Dat klopt. Een zwarte stip. Ja. En dit is eigenlijk een dobbelsteen. Een platte dobbelsteen. Een platte rechthoekige dobbelsteen. Platte rechthoekige met dobbelsteen. Één stip. Ja. Dat is best handig, want als je dan gooit, dan kun je 1 gooien, maar als je wil kun je ook 4 gooien. Ja. Maar ja, een dobbelsteen heeft ook een 3, dus je kunt ook een 3 gooien als je wil. En soms kun je ook een 6 gooien. Maar het allergrappige is, René, als jij hem zo vastpakt en je knipt in je vingers, dan zie je dat eigenlijk... Wordt de zwarte stip wat rood. Het grappige is... Hoe alle stippen worden alle kleuren. En dit is de truc Dizzy Dots. Dizzy Dots, ja. Ik zal hem even bijpakken, de verpakking. Ja, makkelijk. Per Eklund uit Denemarken. Superleuk ding. Ja, het is de klassieke pipkaart eigenlijk. Alleen zonder extra's. Je hebt geen schuivende, bewegende delen. Nou ja, ik bedoel, op de kaart zitten geen schuivende, bewegende delen. Waarmee je nog extra stippen hebt. Het is gewoon een grappig dingetje. Ja, je kent het effect. Je kan het helemaal uitmelken. En op het eind, als finale, verkleuren nog die stippen. Dus je hebt even de snelle vertoning. Ontvang je ook compleet met de kaart, met video's. Oh, stop. Met papieren instructies. Ik dacht video-instructies. Met papieren instructies erbij. Dit is een leuke exclusieve weer van Dynamite Magic Shop. Voor de prijs van €29,50. Dus ook dat. Ik vind dat vriendelijke prijsjes. Want er zijn soms trucs die uitkomen dat we denken: oh jongens, wat een geld, wat een geld. Daarover gesproken. Nee, niet over dat, over wat een geld, wat een geld. Kun je geld besparen? Ik ga het even snel laten zien, want de Infinity 3 Watch hebben wij al een tijd in ons programma. En ik ben echt super fan van. Is ook tof. Ja. Echt, en dat zeg ik niet omdat ik ze nou heel snel kwijt wil, maar waarom ga ik dit laten zien? Omdat deze versie wordt niet meer geproduceerd. Er komt voor in de plaats de versie met een telefoon. Dan zeg je, René, wat heb je überhaupt in je hand? Nou, de Infinity Watch is een horloge. Ik ga het zien, een horloge. En dat horloge wordt volledig aangestuurd met een afstandsbediening. En de truc is dat je, als je een tijd noemt, dan kun jij stiekem de tijd instellen. En woep, de horloge staat meteen op die tijd. Fantastisch ding. En ik zelf, misschien omdat ik wat ouder ben. Ik zei niet dat ik heel oud ben, ik zei dat ik ouder ben. Heb wat ervaring met elektronica en ik heb al van alles gezien. ook qua betreffende apps. En ik blijf erbij dat als ik iets van elektronica zou willen kopen, ik hoop dat het mijn leven lang blijft werken. Nou, deze set hoort bij elkaar. Deze afstandsbediening, dit horloge, er zijn geen updates, geen gekke dingen. Ja. Hier gaat een batterijtje in. Dit dingetje kun je wel opladen, maar als er ooit echt gedonder is, maak je het open en zet je een andere accu erin, bij wijze van. Dit hoort bij elkaar, dit blijft bij elkaar en dit blijft werken. Nieuwe batterij erin en hij blijft werken. Een nieuwe versie, met een oplaadbaar, en deze is ook een accu in het horloge, ben je afhankelijk van een app. Ja, dus dat de app moet up-to-date zijn. Ja, de app moet up-to-date zijn. De telefoon, batterij moet vol zijn. Ja, je moet de telefoon erbij hebben. Dat betekent dat je of gaat swipen, of doet die toegangscode gebruikt, alle dingen. Bluetooth moet werken. Let op, ja, ik zeg niet dat het slecht is, alleen je merkt waarom ik zeg, ik ben fan dat alles bij elkaar hoort. Plus, dit is een kleine kastje. Ja, plus je kan dit gewoon bijna palmeren en je tikt de tijd in en klaar. Nou, deze kostte normaal €285. Hoeveel? Ja, €285. Dat is een goede prijs, scherpe prijs zelfs nog. We hebben ze nu voor €199. We hebben nog een stuk of 12, heb ik gezien. Alle kleurencombinaties zijn er nog. We hebben namelijk zilveren kastjes en gouden kastjes. En we hebben witte en zwarte wijzerplaten. En deze zijn ook uniek. Het zijn echte DMS horloges. Als je het misschien nog niet gezien had, DMS staat erop. Beperkte oplagen. Op is op. Dit wordt niet meer gemaakt. Let op, we kennen de maker persoonlijk. Dus als er ooit iets zou zijn met je horloges. Wat we bij deze horloges trouwens ook eigenlijk niet gehad hebben. En het fijne is, dan kun je altijd wel terecht maken. Ja, maar als mensen dan gaan googlen op Infinity, dan komen ze uit bij de goochelwinkels. Dat weet je natuurlijk niet. Daar maar waar dat DMS op staan, dat ze daar op zoek zijn. Dan krijgen ze ook geen informatie die ze nu nodig hebben. Dus voor meer informatie mag je altijd bellen of langskomen. We hebben nu denk ik 2 weken in de aanbieding. Er zijn hier in de winkel al diverse mensen geweest die er eentje hebben gehaald. Die zoiets hadden. Wat? Ja. Dan gaat gewoon van de €285 gaan we naar €199. Serieus veel geld. De reden dat we ze afprijzen is dus omdat er een vervanger aankomt. Of we dat nu willen of niet. Dat is gewoon... ik zou het liefst gewoon deze blijven verkopen. Maar ja, we moeten toch met de tijd mee. Ja. Infinity Watches, alle kleuren in de aanbieding. Ja, dan heb ik hier nog wat leuks van mee. Dit zijn de Ninja Ringen. Oeh. Shoot is al 2 of 3 keer denk ik hier geweest. Ja, 2 keer heeft hij lezing hier gegeven. Nee, ik ben er 2 keer bij geweest. En Shoot heeft de linking rings eigenlijk populair gemaakt. Heeft hij geleerd van Masahiro Yanagida. Ja. Ja, en hij heeft het populair gemaakt. En dit zijn de enige echte mooie, originele ringen. Ja, en echt... Hele mooie, goede kwaliteit. Wereldwijd... De goudkleurigheid. Ja, wereldwijd dus, niet te koop bij winkels. Ja. En we hebben de mazzel, nou niet de mazzel, dat Shoot inderdaad al vaker te gast is geweest. Dat Masahiro hier te gast is geweest. En we hebben echt bij hoge uitzondering een beperkt aantal ringsetjes nog gekregen. Omdat we ze in het verleden gehad hebben, maar ze verkopen in principe niet aan winkels. Ja. Dus dit is echt, op is op. We hebben, weet ik wel, nu nog een setje of 10 of zo. Op is op, weg is weg. Ja. Komen, als het goed is, nooit meer terug. Er zit ook een mooie bandje bij trouwens. Ja. Die om de ringen kan doen om ze mooi op te behangen. Ja. Komt wel verder zonder instructies. Ja. Maar kan je iets laten zien, een klein stukje? Ja, tuurlijk. Maar Leon is ook ringen-expert. Hij zal dus niet alles laten zien, maar voor het idee. Het toffe is... Er zit een gat in de ringen, mensen zien dat niet. Ik geef meestal de ringen te handen, maar hier zit een heel groot gat. En dan kun je de ringen namelijk op magische wijze kun je ze zo aan elkaar vast laten smelten. Ging er nou hier gewoon... Ja, je mag het ook proberen als je wil. Probeer maar. Oh kijk, hij doet het nog sneller dan mij. Maar jij weet natuurlijk ook niet hoe het gaat. Het toffe is, deze ring kan ook op magische wijze vast aan deze. En soms ik ga het proberen, dit is zo een stuk trickier. Kun je het zelfs... Zonder hang, maar ik doe het even met de handen. Ja, dat moet je ook bijhouden. Het mooie is, die ringen kun je ook één voor één eraf halen. Dus bijvoorbeeld ring nummer 1. Die kan er natuurlijk ook weer terug op. Als je ziet zijn die ringen allemaal aan elkaar vast. Maar als je wil kun je ze neerleggen, René. En dan smelten de ringen zo los. Hou op. En als je wil kun je hier zo op tikken. En dan linken de ringen weer. Ja, je kunt het ook heel vaak. Soms kun je de ring ook... Ja, ik vind het ook heel vaak inderdaad. Van de ene naar de andere laten gaan. Soms kun je deze ook... Hier vast laten linken aan deze. En deze weer. En die. En als je zou willen kun je de ringen namelijk ook weer één voor één eraf halen. Dus ring nummer 1. De tweede is wel ietsjes moeilijker, maar ik ga het wel proberen. Die doe je zo, kijk. Hop. En dan heb je de laatste. Hop. Maar mag ik heel even iets doen? Ik heb iets met de ringen zelf bedacht. Als je interesse hebt kun je mailen. Dan kun je die ring vast willen houden. Het toffe is, die ring kun je namelijk, als je goed kijkt daar, zie je dat? Ja, nee. Dan kun je hem zo vastlinken. En omdat jij bent, René, mag je de ring helemaal controleren. En dit is hoe ik de Ninja Rings doe. Dus dit is een beetje wat je ermee kan doen. Dit laatste is van Leon, eigen idee. Ja. Waar je de ringen aan elkaar maakt, terwijl de toeschouwer ze vasthoudt en je mag ze onderzoeken. Ja. Nou, je weet zelf, als je weet hoe dit werkt, dat je dan nu denkt... Wat? Ja, schitterend. Ja. Ze zijn niet goedkoop, kunnen er ook niks aan doen. Sterker nog, Shoot zei tegen mij, in Japan verkopen wij ze voor $150. $150, omdat we willen dat het exclusief blijft. Wij hebben ze niet $150, we hebben ze voor €119,95. Goed, dat is ergens zo'n $135 waarschijnlijk. Dus dat, Ninja Rings, geen instructies. Ja. Waarom niet? Die zit er niet bij. Die zal je online eerst kunnen kopen, misschien via Shoot zelf. Die zit er niet bij, die kregen we ook niet bij, kon hem ook niet bij kopen. Dus vandaar enkel de ringen. Ja, dit ding ga ik gewoon laten zien wat het is. Want het is namelijk een heel tof ding. Het is een, je kan een licht in je hand produceren, zie je. En dan is het bijvoorbeeld weg, zie je. Of een andere kleur licht kun je in je hand produceren en het is weg. Of je laat dingen oplichten. Als je bijvoorbeeld een glas hebt, kun je laten oplichten. Ik heb hier een Sanada gimmick. Dan zeg je, een Sanada wat? Een Sanada gimmick. Een Sanada gimmick is een gimmick die huidskleurig is. Die bestaat ook zonder alles wat ik hierin heb zitten. Maar dit is een high-tech Sanada gimmick, ja, met een hele felle lamp. En die lamp kun je laten oplichten. Twee schakelaars op. Een schakelaar in groen. Een schakelaar in rood. Maar je kan hier van alles omschakelen. Je kan hier bijvoorbeeld zeggen wit. Dan heb je wit licht. Of je kan zeggen, die andere wil ik blauw. Dan heb je blauw licht. Dus je kan kiezen tussen de kleuren. En je kan dan de kleur uit de lucht pakken. Ja. Je kan, en nogmaals gezegd, als je iets... Ja, ik heb hier geen glas liggen. Ja, een glas met drank heb je, kun je laten oplichten. Je kan het combineren met D-Lights. Als je een lamp hebt... heel veel. Je ziet hoe fel het is als je... stel dat je hier rood bij hebt. En je laat, weet ik iets, een munt of zo met wijn met dit erbij. Dat is super magisch. Wordt helemaal, maar als je dit vast hebt, ja, en je hebt een lamp... Niet, ja, ja, een gloeilamp kan ook, ja, ja. Dan kun je de gloeilamp in je hand vasthouden, je hoeft alleen maar dit te doen en je kunt de gloeilamp naar uit handen geven. Ja, die dicht ligt dus gewoon super lamp. Ja, ja. We hebben vroeger ook een gimmick gehad, uit mijn hoofd heette die Magma. Ja, dan kun je je hand heel mooi op laten liggen, ja, laten lichten bedoel ik. Dat was rood, ja, dat was rood en die was ook niet zo geweldig. Nee. Hier kun je eigenlijk, kijk, als je ziet het, ik zie het vanuit hier al. Ja, 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 ja. Je kunt het eigenlijk op een afstand goed zien dat die je handen oplichten. Dus je kunt wel, ja. Stel voor je leent van iemand een munt, die laat je signeren. Je gaat in je hand en je zegt dat je magische kracht hebt om de munt te buigen. Zou je er bijvoorbeeld ook voor kunnen gebruiken. Daar wijze van. Het is echt goed gemaakt. Ja. Het is oplaadbaar via USB. We hebben ze eerder gehad, maar ja, toen werden ze niet meer geproduceerd. Waren ze ook zo maag. Ja, super snel waren ze weg. Inderdaad, werden ze niet meer gemaakt. En nu zijn ze gelukkig weer verkrijgbaar. En ze gaan als het hier en hier. Ja, verbeterd. En verbeterd. Ja, echt kijk hoeveel. Het is echt gewoon niet normaal. Ja. Sanada gimmick. 4-color. Sanada Live 4-color heet het. 54,95. Check de webshop voor dingen. Of kom ik hier langs, kan natuurlijk ook. Eén dingetje. Heb je vroeger wel eens met Lego gespeeld? Ik, ja, zeker. Of misschien nog, er zijn ook heel veel volwassenen die met Lego werken. Nee. Ik heb namelijk Lego meegenomen. Ik spaarde ook allemaal die één blokjes van vroeger. Kun je torens bouwen? Ik kan wel torens bouwen. Ga je gang. Bouw een toren. Hoeveel blokjes zitten hier? We pakken gewoon even van alles wat. Zodat we in ieder geval wat kleurtjes hebben. Zo. Zet hier wat uit. Ook meer. Hebben we alles? Oh wacht. Heb je al oranje? Nee. Oké, bouw er ook maar bij. Kijk. Je hebt nu een soort... ja. Toren. Toren. In 6 kleuren. Je mag hem zelf vast. Mag jij zelf een... doe even anders. De rest van het blokje pak ik even in mijn hand, zo. Mag jij zelf een getal noemen tussen 1 en 6? 3. 3. Kijk even naar jouw toren. Ja. Want als je gaat tellen, heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar jij zei? 3. 3. 1 is groen. 2 is geel. 3 is rood. Is het trouwens canvaskleuren? Niet onbelangrijk. Toeval. Rood. Ja. Let op. Wuif even met je hand met het stokje over al die blokjes. En En alle blokjes veranderen in rode blokjes. Ik had gewoon die Sanada Gimmick kunnen hebben, had die blokjes onder. Nee. Super grappig ook. Bricked Out heet dit. Ja. Super makkelijk. Ja, super makkelijk. Ook deze. Ja, daar hoef je niet echt te oefenen, maar je moet even je weg vinden hoe je hem hoe je het doet, zeg maar. Vanaf 3 jaar staat erop. Dus, ja, dat is wel heel. Voor iedereen, nee. Bricked Out kost 29,95. Ja, super, super grappig om te doen ook. Alles er terug in. Zo. En kant en klaar. Met een mooi doosje bij van Lego. Dat ziet er allemaal geloofwaardig uit. Ook, het is wel speciaal natuurlijk. Erg leuk. En ook, nogmaals, heel gemakkelijk om te doen. Nou heb ik hier ook nog een hele toffe truc, René. Ja, we hebben hier ooit een eerdere versie van gehad, maar die hebben ze nou weer opnieuw uitgebracht en verbeterd. Ja, Sudoku. Ja. En we kunnen er even over vertellen, want die hadden we ooit. Verkocht heel goed, totdat die plotseling niet meer te krijgen was. Ze zeiden, hoe kan dat? Toen bleek dat de persoon die die maakte, had iets gedaan die oké was in het buitenland. En zat in gevangenis. Dus die kon het ook niet verder produceren, het product van de markt verdwenen. Iarvel Magic heeft het opgepakt en die hebben het nu opnieuw geproduceerd. Ja. En nog beter, het was al een mooi ding. Kunnen we je vertellen wat het is? Ja, we kunnen je vertellen wat het is. We gaan het je eigenlijk een beetje, ja, toch soort van uitleggen. Want het komt erop neer dat je een high-tech bordje hebt, dat is dit. En daar kun je deze papiertjes, die je gewoon bij elkaar zijn blokje, kun je erop plaatsen. Dus kun je afscheuren erop plaatsen met een klemmetje. Op deze manier, zeg maar. Er kunnen een paar blaadjes op zitten. Zo. Goed idee. En op het moment, je kan het een toeschouwer geven. Toeschouwer kan een sudoku maken. Ja, die kan alles doen. Je kan boterkaas en eieren doen. Sudoku maken. Ja. Getallen aankruisen. Laat ik het zo zeggen. Dit bordje beschikt over 9 zones waar de vakjes zitten. En zodra die zones worden aangeraakt met een pen, krijg jij via een ontvanger meteen signaal. Vakje Huppelpup is aangeraakt. Dus vakje 1 is aangeraakt, vakje 2, vakje 3. Dus als jij boterkaas en eieren doet, die zegt zet ergens een kruisje, weet je al wat het is. Laat je een vakje aankruisen met een getal, weet jij meteen welk getal. Enzovoort, enzovoort. Er zitten allerlei routines bij. En dit is helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. Even kijken, kunnen we iets zien? Ja, we kunnen iets zien. Ja, dan krijg je de pen. Je krijgt pen heb je erbij zitten, gewoon een bouwpen eigenlijk. De ontvanger, oplaadkabel. Je krijgt een speciale plankje, ook USB oplaadbaar. Ja. Blokje krijg je met allerlei papiertjes erbij. En voor een hele strakke prijs, want dit komt in de verkoop dadelijk voor ergens rond de 235, 240 euro wereldwijd. Maar als je een puzzel houdt, kun je deze ook nog meteen maken. Kun je meteen maken. Ja. Wij hebben hem heel scherp. Voor 199,95 euro. Helemaal compleet van Iarvel. Dat is zelfs van de makers van de sleutbol. En van de... Zo, ben ik even de naam kwijt. Andere ballentruc. Ja, andere ballentruc. Zo, die bal even uit de naam. Maar Iarvel maakt gewoon hoogkwalitatieve dingetjes. Ja. Zeer goed. Aanrader, 199,95. Er zijn meer dingen mee mogelijk dan dat je nu voor ogen houdt. Meer dan wat ik nu verteld heb. Maar ja, we kon hier een demo van geven, maar dat is, ja, dit vonden we even een snellere optie om dit product even te laten zien. Ja. Sudoku. Mindball was het. Mindball en sleutbal. Mindball is gekleurde bal. Ja. We hebben echt zoveel dingen. Ja, dit vind ik eigenlijk ook wel een grappig ding. Ik pak even een kaartspel erbij, dus zometeen wel duidelijk waarom. Kaartspel, we hebben stickertjes, hebben we ook. We hebben ook dit allemaal. Leon, zou je willen vragen om even één stickertje te voorzien van een merktekentje? Ja, en maak er zet er een 8 op, dat is mijn lievelingsgetal. Kijk. Een 8, oké. Ik heb hier namelijk een dobbelsteen. En het leuke is, ik heb een kokertje, mag je ook even checken? Helemaal leeg. Empty. En hier zitten 2 gaatjes in, dan kun je ook maar doorheen kijken. Ja. Mag je de 8 sticker even eraf halen? We plakken maar op de dobbelsteen. Oh, moet je erop. Wat erop zit. Hop. Heel goed. Kijk, en nu komt het leuke. Kun je het de 8 gooien met de dobbelsteen? De 8 zit erop. Als je die dobbelsteen nu zo, hier zo in het kokertje gooit. Hoppakee. Dan valt hij uiteraard ook helemaal naar beneden. Kun je ook zien. Dat is leuk. Maar het leuke komt, als je nou deze stift door de gaten steekt op deze manier, zo. Dan kunnen we het grapjes doen. Dan pakken we namelijk het geheel, pakken we op, doen we zo helemaal eerlijk zo. Met de dobbelsteek. Let op. Want die dobbelsteen. Is het nou hier aan deze kant? Ja, ja, die gaat schuiven. Let op. En komt aan de andere kant eruit. Dit is jouw 8. Ja. Hoe dan? De dobbelsteen door de pen. Oftewel, het heet de Ultimate Dice Thru Pen bij Yoichi Akamatsu. Ik hoop dat ik de naam goed zeg. Ja, dit is ook weer een exclusief Dynamite product. Heel tof. Ingenieus. Ingenieus. En mensen zeggen, kan ik alles laten onderzoeken? In theorie zou dat kunnen. Als je het elke keer alles wil laten onderzoeken. Alhoewel ik daar niet voor ben, maar dat geldt voor alle trucs die we eigenlijk hebben. Want je bent geen man die puzzeltjes doet, maar je bent een goochelaar om mensen te vermaken. En niet iets, mensen die iedereen uitdaagt om maar overal achter te komen. Het kan wel, maar dan moet je, is je preparatie elke keer iets groter. En in principe nu, als ik het dus gewoon opruim, is het instant reset. Stickertje eraf trouwens. En bij instant reset. Is hij makkelijk te doen? Ja, hij is gemakkelijk te doen. Wat zei kost 54,95 Ultimate Dice Thru Pen. Degelijke verpakking er ook bij. Ik doe het ook even allemaal in zo. Hupsakee, alles terug in de verpakking. Ja, ik wil zelf ook even gevoeld. Ja, nou, ik zag de video en ik dacht ook, de video, met alle respect, misschien dat we deze moeten gebruiken op de site, is lang. Heel lang. Dat ik denk, hey, het is een dobbelsteen en door een pen. Dat weerhoudt je misschien dat je denkt, joh, volgens mij gebeurt er van alles, maar dat is dus niet zo. Het is heel makkelijk te doen. Ultimate Dice Thru Pen. Kijk hier, hoeveel dingen hier nog liggen. Hier, jouw specialiteit, jouw specialiteit. Daar moet ik alleen over vertellen, hè? Ja, over alleen te vertellen, ja. Want we hebben hier namelijk, ja, hier hetzelfde, Cups and Balls. De Cups and Balls van Bluether Magic. Ja, mooie bekers. Ja. Ik zag ze. Ja, je hebt ze in Blackpool gezien. Ja. Ja, het zijn mooie bekers. En een mooie, ik hou van bekers die mooi zwaar zijn. Ja. Deze zijn niet te zwaar, hebben mooi gewicht. Zijn wel zwaar, maar wel zwaar, maar niet super zwaar. Ja, ja, mooi. En deze doet mij ook denken aan de Van Dokken Cups, als ik eerlijk mag zijn. Ja, snap ik. Zie je dat? Ja, mooi. Mooi gewichtje draaien, mooi lekker in de handen. En deze hebben de, ze noemen het de gestelte binnenzijde, dat wil zeggen zwarte binnenzijde. Als er dus balletjes in zitten of een andere lading en je zou de beker vast hebben, kan het niet reflecteren in de beker. Ja. Ik zeg niet dat het beter is, maar het is een idee. Je krijgt het in zo'n mooie stevige verpakking. En in die verpakking zit dan, want dit is de zilveren versie bijvoorbeeld, zie je. Zilveren. Grote stalen versie. Kijk, ook balletjes erbij. Ja, dat is, kijk hoe mooi. En wat ook gaaf is, als je ze stapelt nu, je kan ermee bewegen. Nou, ze zitten vast. Ja, vast. Ze zitten niet vast op elkaar, maar het is niet dat je zeg maar als een slang kunt bewegen. Het is allemaal heel degelijk gemaakt. Zonder routines, maar goed, die zijn er zat. Boekjes, dvd's, downloads, noem maar op. Schitterende bekers. We hebben ze in allerlei maten. Op de website, op dit moment dat we deze video maken, hebben enkel nog de grote online staan. Kleine moeten nog foto's maken, ja, et cetera. En bij de kleine zitten ook erwtjes bij nog. Oké, ze werkt niet eens gekeken. Die staan nog. We hebben zoveel spullen nog staan die online moeten. Ja, ook leuk om te vertellen misschien. Ik heb de laatste 2 weken 38 nieuwe items online geplaatst. En daar liggen er nog 10 of zo te wachten totdat we ze online plaatsen. Maar eigenlijk wil ik niet elke dag 10 nieuwe items posten. Dat is gewoon te veel. Maar als we het niet posten... Oefenen, ja, ja, nee, maar dat niet alleen. Maar als we het niet posten, zijn er genoeg nieuwe items die iedereen wil hebben. En die liggen bij ons gewoon in het rek te wachten totdat we tijd hebben om ze online te plaatsen. En van de andere kant willen we niet al die nieuwe items in één keer. Want dan, ja, houdt het maar niet op. Wat kosten deze bekers? Deze bekers kosten per set €225. Maar dan heb je wel professionele bekers. Zeer professionele bekers. Ja, mooi. En ja, ik zeg niet dat je de verpakking moet meenemen, maar dit is wel ook een, als je het in de verpakking bewaart als verzamelaar zijn is mooi, maar als je, het is normaal ook nog een extra kussentje bovenop. Ideaal. De Cups and Balls, ik zal deze hier even plaatsen, in 2 kleuren dus, in zilver, met een chroom, sorry, nee ook niet, gepolijst, staal, met een stalen binnenkant, of in messing met een zwarte binnenkant. Ja, een zwart randje eraan, zeg maar. Zo. Lee, heb je nog iets? Jazeker, ik heb hier nog een toffe truc. We hebben een mooie lezing gehad trouwens van Matthew Wright. Ja, ook voor de tweede keer was hij hier. Eerst 2016 en nu 2 dagen geleden. Prachtig. Ik heb hier een Bounty coin. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Billy the Kid. Nee, wel van Bounty, vind ik lekker. Ja, Bounty. Kokos. Ja, dat vind ik niet zo... Nee. Maar goed, het zal geen Bounty munt zijn omdat het... Ja, dit is Billy the Kid. Hij was een cowboy in het Wilde Westen. Mooie munt. En hij had 21 mensen vermoord. Maar als je goed kijkt zie je ook 21 kogeltjes op die munt. En hij is ook vrij jong gestorven, want ik weet niet hoe oud hij geworden is. 21. Ja. En hij is in 1881 overleden. Ja. Hetzelfde jaar als die munt. Kijk, in de Wilde Westen was het zoals iemand gezocht werd. Er werd zo'n poster overlopen. Ja, daar heb ik ook nog bij. Ja. Heb je ook nog? Jazeker, ik heb ook nog een foto. Kijk, dit is Billy the Kid. En dit is die meneer die hij... die hem heeft omgelegd? Oh. Nee, die is zelf ook nog overleden. Oh, die zijn ook overleden, oké. Ja, dat is de bekende Dead Man's Hand. Twee zwarte azen en twee zwarte achten. Oké. En heel veel mensen denken dat die foto gefotoshopt is, maar dat kan niet, want in 1881 hadden ze nog geen Photoshop. Ja. En dit is de poster. Gaaf, dus als je zo'n bounty munt had, dan had je toestemming om iemand te arresteren of mee te nemen of om te leggen. Mooi. Dus zonder bounty coin. Mooi attribuut ook. Ja, ik heb hier nog een spel kaarten van de saloon waar dit allemaal is afgespeeld, zeg maar. En dan wil ik jou vragen, René, om die kaart even goed te schudden. Mooie kaart hoor. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, mooi. Oké, ik zal het opschudden. Jawel. Zou jij één kaart willen pakken? Jawel, zonder te kijken pak ik eens een kaart. Geen force of wat dan ook. Heb je er één? Onthoud hem, laat hem even de camera zien aan iedereen die daar aan de andere kant zit. Ja? Ja. Moet goed kijken, we zijn anders dan gewone kaarten. Dat je het, je gaat die kaart in het spel, René. En dan gaan we die dus eventjes kopiëren. Doe dat en als je een spel kaarten kopieert, kan het altijd zijn dat er een kaart terug per ongeluk bovenop geschud wordt. Dus voor deze truc is dat niet handig. Dus mijn vraag is, René, was jouw kaart harte 3? Nee. Mag je hand open doen? Dan we die harte 3 op je hand. Dan we die bounty munt erop. En dan wil ik jou vragen om even een pistooltje te maken zo. En dan mag je zo die kaart zien. Ja, en dan mag je op de kaart schieten. Niet aan mij, alsjeblieft, op de kaart. Ja, en het tof is, René, zou je eens willen kijken of dat een kaart is? Kijk, dat is heel tof. Maar er is nog meer aan de hand, René. Want we gaan het gewoon nog een keer doen. Je mag de kaart op je hand leggen. Leggen we de munt er bovenop. Zo. En we hebben hier een mooi kaartspel, zoals je kunt zien. Trouwens, ik weet niet of de camera het laten zien nou. Alle kaarten... Ja, dat is een mooi gemaakt, ja. Hier ook een kogel erdoor en zo. Daar komen we later op terug. Oh. We gaan even de kaarten schudden als je het niet erg vindt. Zo. En dan mag je zo meteen stop zeggen wat jij wil, René. Zal ik even zo doen? Stop. Hier? Ja. Oké, dan mag je die kaart bekijken. Ja? De kaart gaat terug. Ja. Hoppakee. Nu wil ik je vragen om weer een pistool te maken. Dan mag je weer zo op de kaart schieten. En als het goed is, ligt hij dan onder de munt. Nee. Onder de munt. Onder de munt. Onder de munt in mijn hand. Draai de munt eens om. Tadaa. Oeh. En eerlijk gezegd, ik kan hem beter vertonen, maar we moeten het oefenen. Ja, dus, nu ik deze vertoning zie, ik heb net het spel ook, we hebben net alles opengemaakt voor de dingen. Je zou... Met een top change, zou je deze ook nog een switch kunnen hebben voor een duplicaat van deze. Want die zit erin met een kogelgat, zagen we. Ja. Dan zou je die op de hand kunnen laten plaatsen. Snap je wat ik bedoel, hè? We gaan even techniek bespreken. De force doen, dit erop leggen en dan, kijk, en dan staat dit erop. Ja, en dan ziet, is de kaart ook nog, ligt er ook nog met een kogelgat erin. Ja. En is de kaart ook nog veranderd. Dat zou ook kunnen. Ja, daar heb ik even niet naar gekeken. Ik heb gewoon nee. Maar dat is, ik zit nu te denken... We zagen daar zijn kaarten bij, als het goed is. Daarom, dus je hebt heel veel mogelijkheden. We laten nu even... ja, dat is gewoon nieuw. We hebben zoveel trucs dat we niet altijd tijd hebben om goed te oefenen. Daarom. Wellicht staat het ook in de video's, want er zitten overal online video's bij. Hoeveel munten krijgen we? Je krijgt 1 munt natuurlijk, die je dan laat veranderen. Nee, ik mogen we allemaal laten zien. Ja, daarom, want mensen willen wel. Je krijgt een klaver 3. En deze zijn er dan. Je krijgt 1 gewone munt met Billy the Kid. Je krijgt eentje met een schoppen aas en een ruitervijf. Even voor de duidelijkheid, er zijn twee sets beschikbaar. Dit is de deluxe set. En wat houdt de deluxe set in? Je krijgt de foto, je krijgt deze, je krijgt een mooie kaartspel erbij. En je krijgt deze munten. Ja. Pak je de standaard set, dan zit de kaartspel en de foto's er niet bij. Heb je alleen dit? En dan heb je ook drie munten. Zo bedoel ik. Volgens mij wel, volgens mij is de munt hetzelfde. Alleen al het extra is dit. En dan heb ik keurig genoteerd wat de deluxe set kost. Er zitten ook trouwens ook mooie zakjes bij en alles. Ja, 69,95 helemaal compleet. En die andere set, ik gok ermee, maar dat is wilde gok even. 43 of 47,95 volgens mij alleen voor de munten. Okay. Maar die heb ik. Dat we die niet hier hebben liggen nu, ja wel, maar die niet echt hebben liggen, heb ik die even niet genoteerd. Maar dat is gewoon op de website te vinden. Dead Man's Hands. Ja. In principe niet moeilijk, wel even oefenen. Je moet het wel vaker dan één keer gedaan hebben. En je moet de logica hebben. Want nu kijk, het grappige is, wij zijn nu zo geconcentreerd bezig, dat dit hebben wij ook nog niet laten zien. Maar nu ik dit nu heb gezien, als er straks een klant binnenloopt die zegt, kun je Dead Man's Hands laten zien? Geen probleem. Het probleem is, je moet trucs gewoon vaker doen. Dat oefenen, ja, tuurlijk. Dan laten zien eigenlijk. Maar dit is gewoon een leuke truc als je van storytelling houdt. Dus ja, en tof, mooie attributen. En daar hou ik ook al van. En je kan inderdaad, aanrader. Oké. Alright. Ja, even kijken. Ik heb hier een lucifer doosje. Dat vind ik niet heel belangrijk, maar goed. Spelkaarten. Stift. Nou, spelkaarten is niet meer het nieuwste spel. Er zal waarschijnlijk alles in zitten. Ik heb je net ook heel snel van het paardje gerust. Misschien zit er duplicaatkaart in. Het zou zomaar kunnen. Niet naar gekeken. Sorry daarvoor. We waren blij dat we deze update gingen opnemen nu. Weet je wat? Pak een kaart uit ergens. Waar je zelf wil. Ja? Ja. Je mag er even op de voorkant jouw naam zetten. Of iets zetten. Maakt niet uit wat je opzet. Yes? Top. Jouw kaart mag je terug op. Even de mensen laten zien. Oh ja, laten we zien. Sorry. Ik ben te gefocust op de truc zelf. Nogmaals, we spelen vandaag bluffpoker. We zijn also, eigenlijk doorheen te bluffen, min of meer. Zo. En nou is het leuke. Als we de kaarten schudden, op deze manier, zit jouw kaart ergens in het spel. Maar wat nou als ik jou vertel dat ik iets heel speciaals met die kaart kan? Dat denk ik wel, maar ja. Dat denk je wel. Okay. Ik ga proberen namelijk die kaart te laten verdwijnen uit het spel. Dat zou knap zijn. Ik zal het openspreiden namelijk. Dan zul je zien hier dat als het goed is, hopelijk jouw kaart niet tussen. Maar voordat we dat doen, hebben we hier nog iets anders. Namelijk. Ik heb namelijk een luciferdoosje. Zie je? Luciferdoosje. Ja. En als je dit doet, dan verschijnt daar een kaart in. Zie je? Als je die kaart eruit haalt, zie je, dan heb je een kaart met een naam erop. Dat lijkt wel aan mijn kaart. Dat lijkt wel jouw kaart bijvoorbeeld. Dat had ik ook zo Leon met geschreven zo. Ja, want dit is... Volgens mij is het een bloem. Ook niet perfect laten zien, maar nog, want dit gaat allemaal een beetje om het idee. Dit is... Ook gloedje nieuw, kwam ook onlangs binnen. Hebben we ook niet verder mee gespeeld nog. Gewoon hebben we geen tijd te hebben. 34,95. Anything to Matchbox. Ja, dus je kan er dingen in laten verschijnen. Omdat het organisch is. En dat vind ik juist mooi. Verschijnen, verwisselen. Je krijgt dit doosje. Speciaal doosje. Je krijgt een normaal doosje. Ongeprepareerd. Je krijgt andere hulsjes. Als je dat mooi vindt. Nou zit een New York Hotel bij. En dit ook. Als we hier tijd in zouden steken. Zou je een hele mooie routine voor kunnen maken die misschien net iets logischer is in opbouw en in constructie ook, zeg maar. Maar dit zou ermee kunnen. Ja. Kaart laten verschijnen. Ik zag ook iets met een munt, maar ik heb daarom, je kan er echt van alles mee. Het is een switchbox, maar je kan er verdwijnen, verschijnen, er kan van alles mee. En dit was even iets wat ik net... Je kan hem gebruiken als een multiple out. Ja, ook. Even voor het idee, stel voor je doet de truc Inferno. Dus ik hang het gewoon even in één keer aan. Voor de mensen die weten hoe Inferno werkt, je hebt iets. En door dit dingetje kun je de, hoe zeg ik het even, je kunt het makkelijk uitvoeren. Dan weten we net wat ik bedoel. Precies. Om niet te veel te vertellen. Anything to Matchbox. Nogmaals, check even de trailer, zie je veel meer mogelijkheden. Ik wilde hem even laten zien. En dit was even, ik was het bedenken terwijl ik het was het uitvoeren wat ik ermee ging doen. Sorry daarvoor. Dan, dit is ook leuk. Ik verzamel ook wel jokers. Ik heb een heleboel gespaard. Gaan we nog zo straks wel zien waarom. of dat het zo is. Stel, ik heb 1 joker, 2,5 2 joker, 3 joker, oh, trouwens een hartboer ook. En dan nog 4, 5, 6 jokers, in totaal. Ja. Ik zal ze even een beetje neerleggen, zo, 3 jokers zouden we zo neerleggen. Om de verrassing groot te houden, doen we even dit, zo. En dan heb je een boer. Ja. En een boer. Want het is namelijk zo, alles wat met de hartboer in aanraking komt, dat verandert in hartboer. Nou, alles, alle kaarten moet ik even zeggen, anders wordt zo meteen alles hier hartboer. Als je dit doet, zeg maar, doe dit, zo. Verandert het in een hartboer. Dus ik hoor even dit te doen. En het wordt een hartboer. Of dit. Wordt ook een hartboer natuurlijk. Ja. Hartboer. Dat is op zich wel bijzonder. Dan zou je alle kaarten kunnen doen, dat is ook wat lang duren. Dus je doet het zo. Hup. Hup. Pak je deze kaart. Zo. Hartboer. Hartboer. Kan eens kijken? Ja. En dat is ook een harteboer. En alles wordt gewoon harteboeren. Dus je hebt nu een heleboel harteboeren. Het grappige is, het zijn nu allemaal harteboeren. Zie je? Harteboeren. 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 Allemaal harteboeren. Ja, en tof hoe met de casino achter de kant. En dit is, ja, ook, dit is ook een van de nieuwste trucs uitgebracht door LKSM, genaamd Jokers, van Peter Nardi, eigenaar ja, van LKSM. Het is natuurlijk gebaseerd op de wildcard. Let op, ik liet nu even de standaard wildcard zien zoals ja, ik de wildcard doe. Je kan de wildcard, dus noem ik het toch eventjes, echt op 100.000 manieren uitvoeren. Ja. Leo doet een hele andere versie, heel mooi ook. Peter doet ook in de eindelijk iets anders. Ja, ook weer een andere versie. Maar ik heb even de basis laten zien. Ja. En deze truc matcht qua kaart, die zegt naar de jokers, matcht met een truc die je zo meteen nog gaat zien. En dat is de ideale combinatie, want dat lijkt gewoon dat je alles met dezelfde kaarten doet. Ja. En jokers, 29,95 kost die. Compleet met kaarten, met nog veel meer kaarten, want ik heb nu de compacte set gebruikt. Je kan de uitgebreide set pakken, er zit nog alles extra bij ook. Online instructievideo voor 29,95. Jokers met een Z, bij Peter Nardi. Mooi, mooi. Ik heb hier ook nog iets tofs met jokers, René. Oké. En ik heb hier een pocketchip, ik zal het even zo laten zien. $30. Ja. Right. Mag je hand dicht maken, daar komen we dadelijk op terug. Ik heb hier een voorspelling. Mysterieus dit. Voorspelling leg ik hier neer. En ik heb hier jokers. Ja. En het mooie hiervan is, die jokers komen allemaal uit verschillende casino's. Verschillende kaartspellen volgens mij, dus allemaal verschillende jokers inderdaad, ja. We hebben hier allemaal verschillende casino's. Ja. Allemaal, dat kun je zien. Ja. En dan gaat die, mag je de kaart even als je wil schudden nog? Of ik schud ze wel even, dat is makkelijker. Ja, ik heb de fokkerfiche al, ja. Dan leggen we de kaart hier op tafel neer. Maar dit mag een toeschouwer allemaal doen inderdaad, normaal. Ja. Dat kan een toeschouwer laten doen. Ik zal het even zo doen. Wil ik wil vragen om een joker aan te wijzen. Zal ik gewoon dit doen even? Dan kijk ik niet en ik hoop dat ik er eentje raak. Je hebt er, je hebt er 2. Ergens. Dus 2? Die, wil je boven? Ja, die? Nou. Oké, heel goed. Ja, ik kan het zien wat ik doe. Oké. Dan. We doen het even eerlijk, normaal kun je het op een normale manier kiezen. Maar ik laat even de mensen thuis zien welke casino dit is. Mag je ook zien? Ja. Ja? En het mooiste is, René, ik heb jou een fiche gegeven als het goed is. Ja. Zou je eens willen kijken wat er op het fiche staat? $25. $25. Dan heb ik daar namelijk een voorspelling. Oh, en? Junes, of wat is het? Junes. Ja. Ik heb hier namelijk een voorspelling liggen. Zou je eens willen kijken wat er op die voorspelling staat? Wat staat erop? Junes. Dat matcht met mijn kaart die ik net gekozen heb. Ja. Maar tof is, als je die kaart er nog even bij pakken, nee. Dan laat ik je er even wat los zien. Zo. Dan gaan we die kaarten gewoon even mixen. Hoppakee, op deze manier. En als je wil mag je de kaarten nog groeperen. Tevreden? Ik heb hier het spelletje kaarten. René, zou jij een kaart bij mij neerleggen dan bij jou? Ja, mij bij jou? Ja? Oké, stel voor, jij draait de kaarten nu om. Draai eens om. Allemaal tegelijk of wat? Ja. Dan heb jij... volgens mij heet het een 5 op de count. 5 op de count, ja, het zijn 5 dezelfde. Maar stel voor, als ik nou dus mijn vingers knip... zou bijna zeker gewonnen hebben. Als ik nou mijn vingers knip en ik laat die jokers veranderen in een 10, een boer, een vrouw, een koning en een aas. Maar dan hebben we aan $25 niet genoeg, want dat is een hoge ruimte. Dan heb ik het liefst dat ik de munt pak en dan laat veranderen naar $25.000. Wat? En dit is een hele oude truc, maar die is opnieuw uitgebracht. En daar ben ik wel blij mee, dat is een toffe truc. Hij is niet moeilijk. Alleen, dat is voor mij ook weer zo lang geleden. Dat is gewoon letterlijk ook de eerste keer dat ik hem doe. Techniek is niet moeilijk, maar je hebt... als je alles doet, je hebt wat dingen te... Je moet even wat onthouden. Je hebt wat dingen te verwisselen links en rechts. Je moet de volgorde. De volgorde zou ook anders kunnen. We hebben het net even van tevoren zitten bedenken, zo. Maar ik dacht ook, oh, dit hadden we ook anders kunnen doen. Maar dat is allemaal aan jezelf. Ja. Maar het is niet moeilijk. Het is een kwestie van, want elke goochelaar moet gewoon oefenen. En jij goochelaar hebt er meer tijd voor dan wij in de winkel. Zeker als we zeggen dat ik de laatste 2 weken 40 dingen online heb geplaatst. Als we de video's zouden bekijken daarvan, waarschijnlijk voor video's van een uur. Sommige zijn iets langer. Zouden we 40 uur videomateriaal moeten bekijken in 2 weken. En dan moet je het ook opslaan en nog doen. Dus niet doen. Dat is niet te doen. Maar dit is niet moeilijk. Nee. En helemaal compleet met alles. En de top is, mensen kunnen nu gewoon alles checken. Ja. Je bent helemaal clean. En dit heet... Kun je hem ook de verpakking heb ik hier... Ik zal het even erbij pakken. Mooie verpakking. Helemaal verstopt. Hij heet namelijk Casino Con. Officieel van Gregory Wilson. Ja. 43,95. 43,95. Helemaal compleet. Met alles wat je doet. Ja. Helemaal compleet. Ja. Ja, tof. Tof, tof. Ik zie hier op die grond nog iets liggen. Eens even kijken hier. Kijk, een mooi zakje. Mooi zakje heb ik hier. Oh, ik ken hem ook een keer met Limburgs nog, nee. Ja, ook Brabants kunnen we. Ja, Limburg. Ik ken ook Plaprotten, maar dan gaan mensen allemaal zeggen, we doen niet normaal. Dus gaan we gewoon verder op Nederland. Zo, er zijn een heleboel ringetjes. En er zit een rits in deze zak. Dat is wel handig, ja. Zak krijg je uiteraard niet erbij. Of uiteraard, die zit er niet bij. Die rits kan open. Zo. Dan kun je namelijk je hand echt doorheen steken, om te laten zien dat die verder helemaal leeg is. Ja, maar dus eerst niet leeg, je hand zit erin. Ja, ja, maar nu is hij wel leeg. Kun je dichtmaken. En dat is het grappige, ja, die ringetjes gezien, hè, zijn allemaal losse ringetjes. Ja. Let op, blauw. Ja, paars. Paars. Oranje. Geel. Blauw. Groen. Rood. Tada! En het leuke is, doe je. En dan haal ik die rode er weer uit. Dat gaan we nou krijgen. Huh? Zit alles gewoon aan elkaar vast of zo. Huh? Ja. Dat is grappig. Stop even terug in, stop er terug in. Yep. Het is een beetje onhandig aan de tafel dit op te doen, zo goed. Blaas jij even. Ja, als je het opblaast, wordt natuurlijk niks. Pak even de rode ringen terug uit. De rode? Ja. De rode? Ja. Even kijken wat de rode is. Hier heb ik hem. Ja, ritsen. Oh. Huh? Haha. Leuk. Dat was de zak. Nou, dit is ook, dit moet je staan doen eigenlijk. Voor mij zit ik net een keer door met de zak. Dit is de Rainbow Rings. En de eerste partij die we binnenkregen... Nou, die vlogen zo de deur uit. Dus we hebben weer een nieuwe partij, maar die vliegen ook de deur uit. Ja, we hebben een hele grote partij nu. Er liggen echt een heleboel. Rainbow Rings, ja, 24,95. Wat je krijgt, alle ringen die je net gezien hebt. Deze, de ketting en de losse, met video-instructies. Gebruik elke changeback. Ja, je hoeft niet per se... Ja, dat was een changeback. Ja. Dat was, hoef geen changeback, kan dan een doos zijn of een box. Ja, wat ik wil zeggen is, als je een changeback gebruikt, je kunt gewoon een normale gebruiken. Ja, een normale gebruiken. Je hoeft niet per se een dubbel vaktrend te hebben. Nee, ik gebruik ook nu inderdaad een tweevoudige, waar ik tussen blijf switchen, in plaats van een drievoudige. Uiteraard zit je... Ja, best wel wat in je changeback zitten, dus van tevoren. Dus, buiten draaien kan, maar dan moet je, als je grote zakken kan, maar dat is niet echt een optie bij deze, vandaar dat ik mijn hand er nu doorheen steek. Maar dat is allemaal een beetje spastisch, omdat ik hier zo dit voor de camera moet doen. Normaal op een podium is dat veel relaxter, maar qua ruimte is hier beperkt. De Rainbow Rings, oké. Die kan ook weg trouwens. Dan hebben wij nog 2 lezingen in het verschiet. We hebben nu zondag, 10 maart is dat, Silly Billy, oftewel David Kay. Ja, bekend van zijn boeken, dvd's. Hij staat ook altijd in Blackpool met een grote stand. Commerciële effect, die heeft hij heel veel uitgebracht. Er zijn op dit moment, dat ik dit nu zeg, nog plaatsen voor. Niet meer veel, een stuk of 5, 6 denk ik. €22,50. En op 19 mei hebben wij Arsène Lupin. Overigens, Silly Billy, kindergoochelen. En zondag om 3 uur denk ik, hè? Zondag om 3 uur is dat. Je kan alle lezingen overigens vinden. Ja, we hebben een categorie lezingenkaartjes. In de webshop, gewoon bij de artikelen. We hebben helemaal onderaan de pagina, heb je... wat speciale pagina's over de leveringsvoorwaarden, procentkosten. Maar er staan ook lezingen. Daar kun je altijd vinden welke lezingen er op het programma staan. En daar zie je ook dat we op 19 mei Arsène Lupin uit Polen hebben. Die maakt heel veel spullen voor ons. Mooie toneeleffecten, close-up effecten. Hoog kwalitatief. Die komt ook een lezing geven. Niet in de winkel, voor onze winkel, hier in de buurt ook. Dus als je daarbij wilt zijn, kan dat ook nog. Daar zijn ook nog voldoende kaarten voor. Maar goed, er is ook nog, nog 2 maanden weg vanaf nu. Dan hebben we nog een afsluiter. Ik heb een setje ESP-kaarten. ESP-testing set staat er ook op. Daar zet je uit. Ik krijg 2 setjes, maar we gebruiken maar eentje nu. This is not a testing card. Dit is een extra kaart die je kunt gebruiken voor iets anders zo meteen. Je kan er van alles mee. Ik laat even 2 routines zien wat je met de set kunt doen. Pak de set als je wil. Hou hem achter je rug. Draai hem even om. Zeg maar beeld naar beneden. Coupeer het. Dus coupeer betekent kaart van boven naar beneden verplaatsen. Dus hoe vaak je wil. En dan mag je, als je gestopt bent, pak je de bovenste kaart. Draai je om en stop je ergens in de stapel. Maak een stapeltje netjes recht zodat ik niks kan zien. Oké, leg je handen trouwens even bovenop. Ik wil niet zien wat er is. Heb je enig idee wat je omgedraaid zou kunnen hebben? Welk figuur? Nou, helemaal die 5. Of dat is het 5 staars. 5 staars, oké. Maar niet uit. 5, geen idee. Je kan nu de cirkel, je kan de plusje, de vierkant, noem maar op. Ik denk dat jij het vierkant hebt omgedraaid. Zie, vierkant is inderdaad de eerste enige die omgedraaid ligt. Dat is wel bijzonder. Weet je wat, schud de kaart even, compleet door elkaar. Maar een beginner met schudden zie je dat. Hoe zullen we het doen? Mag jij er 1 kaart uithalen en die schuif je onder je zitvlak, zeg maar, ergens. Of leg je onder de mat, maar ook dat is voor de mensen misschien ver. Kijk. De rest van de kaarten, leg ze even op mijn hand, zo. En misschien denken mensen nu dat ik iets kan zien. Dus dan, ik doe het even nog, dit is een testingkaart dat ik niet de kaarten kan zien. Heel eerlijk, dat ik niet kan zien wat er aan de hand is. Ik zou willen vragen, heb je die kaart gezien? Nee, de mensen ook nog niet trouwens. Bekijk hem maar even. Bekijk hem maar even. Oké. Jullie zien hem zo meteen dan, hè? Oké. Ik concentreer me even en... Je hebt de plus. De plus. Zie je, dat is de enige die inderdaad nu ontbreekt. Daar zijn 2 van de mogelijkheden die je hiermee kunt doen. Erg leuk ding. Hij heet ESP Testing Set Pro bij Spooky Nyman. Kost €30,95. En daar kan nog meer mee. En je krijgt gewoon 2 sets, zodat je een reserve set hebt, zeg maar. Maar je kunt ook de sets gebruiken als een matching effect. Dus je kan er ook de ESP-spionage routine mee doen. Kan bijvoorbeeld ook. Nou, Leon, dat was een hoop. En we hopen voor de volgende keer, maar dat zeggen we vaker, dat we hem de volgende keer wat rustiger kunnen voorbereiden. Zodat alles wat soepeler verloopt en dat we jou wat meer gestructureerde routines kunnen laten zien. En niet als we doorheen hoeven te bluffen, zoals ik al zei. Goed, mensen. Dan tot aanstaande zondag misschien. Tot zondag. En we hopen met de volgende update wat sneller terug te zijn. Dan zit er misschien ook iets minder in. Want we hebben nu trouwens eigenlijk wel materiaal gepakt van de laatste 3 weken, denk ik. Maar we hadden eigenlijk dus materiaal kunnen pakken van de laatste 4 maanden, als we het zo terugdenken. Bizar. En dan hadden we echt... Bloombuster, die is ook terug. Dan hadden we gewoon de keuze gehad, denk ik, misschien wel 100 of 150 artikelen. Nou, dit waren er een kleine, volgens mij 15 of zoiets. Mensen, wie weet tot zondag of op een andere lezing. En anders, tot snel. Tot de volgende. Aju. Hoi.